Kobus en Inge van Eik uit de Aar zijn echte verzamelaars. Kobus spaart suikerzakjes en hij heeft er... Nou, houdt hem tussen de 75.000 en 100.000. Inge spaart kaarten, het liefst van kerkorgels. Nou, de kerkorgels, wat prachtig. Deze is een hele grote. Het Woerden, dat is nog niet eens zo ver weg. Prachtig kerk vol met engelen. Kobus begon 20 jaar geleden met zijn verzameling. In de suikerzakjes van Kobus zit geen suiker meer. Want oude suiker maakt bruine vlekken op de suikerzakjes en daar moet hij niets van hebben. De suiker die overblijft, geeft hij weg. Als ze leeg maakt, gaan ze naar iemand toe, een mevrouw en een meneer. Die maken appeltaarten voor de kerk. Nou, dat is weer wat eruit. Ja. Hebben jullie nou ook wel eens mot aan tafel? Ja, dat gebeurt er wel toe. Oude postel, ja, die krijg jij niet. Met ouder ga je dingen vergeten, hè? Een hele pietaar, hè? Maar dan wordt hij wel eens boos dat ik het niet meer weet. De suikerzakjes zijn opgeborgen in tientallen mappen. Verschillen, hoor. Hij kent bijna elk suikerzakje. Ja, meestal als je wel ziet, dan heb ik ze wel in mijn hoofd zitten, hoor. Niet allemaal, want dan heb je een papierhoofd, dus dat ken ik niet. Dus... Kobus gruwelt van de suikerstiks. Nou, ik ben echt in staat om een keertje de horeca Nederland te bellen of zo, of te schrijven. Ja, dan die er eens een beetje erachteraan gaat zitten. Op de barricade voor de terugkeer van het suikerzakje. Ja. Trouwens, alles gaat met gesloten beurs bij de familie van Eik. Inge maakt jam en peren op sap en die ruilen ze voor kaarten of suikerzakjes. En dan gaan we een onderling ruilen. Gewoon een potje peertjes en jam. Gebruikt u nou zelf ook suiker in uw koffie? Nee. Dus. Wat vindt u van uw mans hobby? Leuk. Hij is zoet. Hij is zoet.